Dames en heren, goedenavond. Dit is de NOS, vierde zender Nederland 1. In ons dinsdagavondprogramma, dat duurt tot 22:50. Straks eerst Den Haag vandaag. En om 22:50 de herhaling van de documentaire die we gistermorgen uitzonden over de bevrijding van Nederland. Eerst dus Den Haag vandaag, over naar Koost Postema. Dames en heren, goedenavond. We hebben 500 Joegoslavische arbeiders nodig. Dat zei de directie van Hoogovens alweer een poosje geleden. Dat kon niet, zei de regering, parlement en niet te vergeten vakbonden. Hoogovens moest maar werven onder werkloze Nederlanders en desnoods legale werkloze buitenlanders. Vandaag heeft de raad van bestuur van Hoogovens in de commissie van sociale zaken van de Tweede Kamer medegedeeld dat die werving in ons land niet is gelukt. De Joegoslaven zijn dringend gewenst vanwege uitbreiding van de productie. Hoogovens selecteert streng. Men eist een middelbaar technische opleiding, een leeftijd van 27 tot 45 jaar. En men moet gewend zijn aan dit soort werken in een fabriek. Dat is onvoldoende aanwezig op dit moment in ons land, aldus Hoogovens. En het staatsuitzendbureau Technomond in Joegoslavië heeft die mensen wel voor ons. Ze komen maar 2 jaar, ze zijn op zijn Joegoslavisch verzekerd. En via die contractbasis zijn ze ook niet duurder dan Nederlanders. Aldus de leiding van Hoogovens vandaag in die commissie van sociale zaken. Ook de vakbonden werden door die commissie gehoord. Zij zijn falikant tegen de komst van de 500 Joegoslaven. Er moet in ons land beter geworven worden. Men moet milder selecteren en er dreigt toch al een communicatieprobleem. In vele afdelingen bij de Hoogovens spreekt meer dan 50% van de werknemers een vreemde taal. Taalproblemen dus, communicatieproblemen, werkproblemen. Vakbonden tegen. En de regering. Minister Albeda heeft laten blijken dat hij er niet 500, maar wel 50 zou willen toelaten. Te weinig, zegt Hoogovens, maar Kamerleden en vakbondsleden stellen dat de minister zich hiermee op een hellend vlak begeeft. Er zijn inmiddels alweer 400 aanvragen voor weer andere Joegoslaven in andere Nederlandse bedrijven bijgekomen. En als de heer Albeda eenmaal 50 Joegoslaven toelaat, dan is het hek van de dam, zeggen zij. We komen er maar niet uit in ons land, uit dat arbeidsmarktprobleem. Geen buitenlanders meer of toch weer een paar toelaten. Intussen hebben de ministers Albeda, Sociale Zaken en ook zijn collega van Justitie, de heer De Ruiter, ook bepaald welke illegalen alsnog hier mogen blijven. Nou, dat zijn strenge richtlijnen geworden, zoals een paar weken geleden al kon worden aangevoeld. Illegalen moeten onder leiding van hun werkgever bewijzen dat ze 1 jaar en 10 maanden hier onafgebroken hebben gewerkt, bij die ene baas eigenlijk, en premies en belasting hebben betaald. En daarbij moeten ze harde bewijzen met die baas samen tonen. En dat alles moet dan nog gebeuren voor 16 mei, volgende week dus. Een Kamermeerderheid lijkt zich bij deze strenge richtlijnen neer te leggen. En daar laat trouwens minister Albeda van Sociale Zaken het niet bij vandaag als het gaat om de arbeidsmarktproblemen. Hij heeft ook gesteld dat elke werkzoekende moet in de toekomst 4 ploegendienst accepteren als passende arbeid. Reistijden van langer dan 1 uur kunnen in de Randstad niet meer worden geweigerd. En de televisie moet overdag mooie programma's gaan herhalen om ploegendienstwerkers ter wille te zijn, stelt hij. Zowaar een poging van de minister om het begrip passende arbeid strikter te maken. Blijven inmiddels het gehannes met het al of niet toelaten van Joegoslavische geschoolde arbeiders en het schijnbaar harde optreden tegen illegalen. Schijnbaar hard, want die illegalen gaan natuurlijk niet weg. Of, voor maar heel even, over onze open grenzen. Waar ze vandaan komen, hebben ze niets. Hier tenminste iets. Ze zullen blijven en dieper onderduiken dan ooit. Ik heb het gevoel dat de regering niet doet waar het werkelijk om gaat. De regering is met een wetsontwerp gekomen wat misschien 20 jaar terug nog iets in de richting had gespeeld. Maar waar het om gaat is dat we in alle grote steden zitten met enorme problemen met de woningbouw. En dat je daarom mogelijkheden moet geven aan de gemeente om gronden snel te verwerven en om gronden. Dat was een Kamerlid dat voor haar beurt sprak en dat was onze schuld. Vandaag kwam in de Kamer de grondpolitiek weer aan de orde. U herinnert zich misschien wel dat het kabinet Den Uyl in maart 1977 over dat onderwerp ten val kwam.
Er zit dus nogal wat politieke lading in, vooral omdat het kabinet van Acht in de regeringsverklaring in januari 78 aankondigde tot een spoedige wijziging van de onteigeningswet te komen. Zo stond het er letterlijk. Nu omvat die grondpolitiek meer dan alleen onteigening. Er liggen dan ook nog andere wetsontwerpen, zoals de wet vervreemding landbouwgronden, het wetsontwerp voorkeursrecht gemeente. Deze wetsvoorstellen proberen hoge prijzen voor de landbouwgrond, respectievelijk speculatie in grond, in woongebieden tegen te gaan. Maar het gaat nu vooral om onteigening. Onteigening vindt plaats als de overheid iemand dwingt onroerend goed af te staan. Dat kan in het algemeen belang, bijvoorbeeld om een weg aan te leggen. Een voorwaarde is dat er een vergoeding gegeven wordt. En dat moet, dat staat in de grondwet. De politieke ruzie in 1977 bij de val van Den Uyl en sindsdien steeds weer oplaaiend, u weet het, gaat over de vraag hoe hoog nou die vergoeding moet zijn. Men slaat elkaar daarbij dan om de oren met twee begrippen, namelijk verkeerswaarde min en gebruikswaarde plus. Verkeerswaarde is wat het goed opbrengt op de vrije markt, maar min het bedrag wat de grond meer waard wordt door het optreden van de overheid, bijvoorbeeld die weg aanleggen. Gebruikswaarde is wat de grond waard is op basis van het gebruik wat ervan gemaakt wordt, plus de zogenaamde negatieve ontwikkelingsschade. Dat is de schade die de eigenaar leidt omdat hij niks met de grond doet, omdat hij weet dat die grond onteigend zal worden. Ik neem aan dat u er nog bent. In het nu jongste wetsontwerp heeft de regering van Acht gekozen voor de oplossing van verkeerswaarde min. Den Uyl koos toen voor gebruikswaarde plus. Vandaag lieten de partijen in het voorlopig verslag weten wat zij van het regeringsvoorstel vonden. De VVD vindt dat er eigenlijk helemaal geen wijziging van de onteigeningswet waar het om gaat nodig is, omdat het in de praktijk door de juristen, de rechter stelt uiteindelijk een onteigeningsprijs vast, heel eerlijk geregeld wordt. Wat de Partij van de Arbeid ervan vond, dat hoort u nu echt opnieuw. Ik heb het gevoel dat de regering niet doet waar het werkelijk om gaat. De regering is met een wetsontwerp gekomen wat misschien 20 jaar terug nog iets in de richting had gespeeld. Maar waar het om gaat is dat we in alle grote steden zitten met enorme problemen met de woningbouw. En dat je daarom mogelijkheden moet geven aan de gemeente om gronden snel te verwerven en om gronden te verwerven voor een redelijke prijs. Gewoon de prijs die als een eigenaar gewoon zou doorgaan zonder dat hij onteigend werd, ook ervoor gemaakt zou hebben en niet meer dan dat. De regering gaat via allerlei hele ingewikkelde regelingen waar niemand van tevoren van weet hoe dat uit gaat pakken, zeggen van we gaan eerst kijken wat als die eigenaar had onderhandeld in een volstrekt vrije situatie wat hij dan binnen had kunnen krijgen. En dan gaan we weer allerlei dingen van aftrekken. En dan gaan we de rechter ook nog eens een keer, want bij onteigening komt er op een bepaald moment de rechter aan te pas als partij, als mensen, als gemeente en eigenaar het niet eens worden. Dan gaan we die rechter ook nog eens een keer een mogelijkheid geven om alles, als het hem niet helemaal bevalt, buiten werking te stellen. Dus er wordt in wezen niks gedaan, want nu heeft de rechter ook die mogelijkheid. De overheid mag van alles doen. Hij mag je verbieden met je eigendom dingen te doen. Mag je verplichten om bepaalde dingen toe te laten op je eigendom. Daar krijg je nooit een rode cent voor. Terwijl dat uitermate onredelijke dingen kunnen zijn. Hè? Een winkelier die in Rotterdam woont, daar waar het metrotracé aangelegd wordt, en die daar 2 jaar tegen een bouwput heeft zitten aankijken, die heeft echt aanzienlijke schade geleden. Daar krijgt hij geen rode cent voor. Maar op het moment dat hij het geluk heeft dat toevallig dat stukje grond waar hij op zit, in wezen is het dan zo langzamerhand geluk, nodig is echt voor die metroaanleg, dan krijgt hij vergoed wat dat pand zelf waard is. Dan krijgt hij vergoed wat hij aan schade in inkomens heeft verleden. Dan krijgt hij vergoed wat hij eventueel weer zou moeten investeren voor de zaak opnieuw, of voor zijn zaak opnieuw op te bouwen. En hij krijgt vergoed dat het pand in wezen meer waard is geworden omdat die gemeente die metro heeft aangelegd. Nou, dit is een krankzinnige zaak. Ongemak wordt niet vergoed, maar eigendom of een inbreuk op die eigendom wordt veel te veel vergoed. Wordt veel te veel vergoed. Dat is een heilige koe, met name bij het CDA en bij de VVD. Dat merk je heel sterk. Grondpolitiek, dat loopt al jaren mee in de Nederlandse politiek. Daar zijn kabinetten opgevallen. Vindt u nu dit voorstel van de regering van Acht een
mogelijkheid om die grondpolitiek voor nu en voor een hele tijd te regelen? Nee, dit wetsontwerp regelt de dingen die feitelijk geregeld moesten worden helemaal niet. De snellere onteigeningsprocedures, meer mogelijkheden voor de gemeente om in te grijpen, wordt allemaal niet geregeld. Dat is de eerste kant. Ten tweede zal dit wetsontwerp gegarandeerd leiden tot dat eindeloze jurisprudentie waarna iedereen weer gaat roepen van we moeten het duidelijk in de wet gaan regelen. Dat deze wettekst in de hand hangt het helemaal van de rechter af of die, hoe die het gaat gebruiken. Dus volstrekt in wezen is het de kans erg groot dat precies de situatie gehandhaafd blijft zoals die nu is. En die wordt door iedereen als onrechtvaardig ervaren. U zegt alles politiek is het eigenlijk een verplicht nummer. Het is volstrekt een verplicht nummer. Het CDA heeft in der tijd voor mij nog altijd volstrekt onbegrijpelijke redenen het kabinet Den Uyl op de grondpolitiek laten vallen, heeft daar een nummer van gemaakt, heeft een nummer naar zijn boeren toe willen maken. Het CDA wil nu een regeling rond zien te krijgen, maar zit nu wel erg met de regeling van het kabinet, want dat was ook niet helemaal wat ze bedoeld hebben. Logisch zou je zeggen, als je de voorlopige verslagen, dus de reacties van de VVD en van het CDA op dat wetsontwerp leest, van dit is weer een volgende crisis over de grondpolitiek. Zou je wel willen, hè? Nou ja, ik denk dat het helemaal niet zo ver zou komen. Wat is mevrouw Salomons? Het CDA heeft ook zijn bezwaren, maar een verplicht nummer vond de heer Van den Broek het toch niet. Iedereen in dit land weet dat we al jaren bezig zijn om tot een goede regeling te komen. En dat dit kabinet zich ook bij regeerakkoord heeft voorgenomen om een nieuw wetsontwerp in te dienen. En die belofte in ieder geval heeft ingelost. Als ik nou de reactie hoor van de drie grote partijen op de wetsvoorstellen over de onteigening en over de vervreemding van land begonnen, met name de onteigening, dan is niemand enthousiast. Nee, ik geef toe dat ook het CDA een kritisch voorlopig verslag heeft geschreven. Er zitten voor ons nog een aantal onduidelijkheden in, maar we zijn het met de regering volstrekt eens dat het erom gaat om hier te regelen dat een onteigende niet ten onrechte meerwaarde ontvangt die eigenlijk tot stand gekomen is door overheidshandelen, een meerprijs waar hij geen recht op heeft. Spiegelbeeld daarvan is dat als je de voordelen van die waardestijging aan de onteigende onthoudt, je dan anderzijds als overheid gehouden bent om eventuele nadelen van datzelfde overheidshandelen ook volledig te vergoeden. De PvdA zegt ja, het ongemak wat je in het algemeen krijgt, dat wordt niet vergoed, maar wanneer je eigendom in het geding is, dan haast men zich om dat allemaal wel tot in de puntjes te vergoeden. Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat iemand die onteigend wordt en daarmee ten behoeve van de gemeenschap gevraagd wordt om huis en haard te verlaten, dat daarvan in ieder geval vast moet staan dat hij een rechtvaardige vergoeding krijgt. Dat is iets wat ook in de grondwet wordt geëist. En dat dat dus werkelijk wordt veiliggesteld, dat lijkt me op zich een eis van de eerste orde. En daarbij de grondwet, de Raad van State, is zeer negatief over die wetsvoorstel. Nou, ik heb het advies van de Raad van State niet gelezen, wel gehoord dat het negatief was, maar ik denk dat dat te maken heeft met de juridische uitwerking van het geheel en niet de achtergrondgedachte, waaronder die dat een onteigende niet in een slechtere positie mag worden gebracht dan iemand die niet onteigend wordt en die zijn goed wil verkopen. Ik dacht dat dat ook zo'n basisuitgangspunt was dat vast moet staan. Een ander kritiekpunt, meneer Van den Broek, bij de oppositie met name is dat men zegt hiermee wordt speculatie niet tegengegaan. Projectontwikkelaars die willen speculeren krijgen een kans. En het is eigenlijk voor de direct betrokkenen, bijvoorbeeld boeren, nauwelijks interessant dat hier wordt geregeld. Nou ja, hier wordt natuurlijk toch weer een beetje een politieke fabel herhaald die ook zo duchtig de ronde heeft gedaan ten tijde fabel van de fabel wil wel eens een kern van waarheid hebben, hè? Daar is een fabel voor. Nou, met deze fabel niet, want als het gaat werkelijk om bestrijding van speculatie, dan kijken we toch het eerst naar de op het ogenblik ook in behandeling zijnde wet voorkeursrecht voor gemeenten in de eerste plaats. En in de tweede plaats, de onlangs ook ingediende wet, vervreemding landbouwgronden. Maar als u ziet, waar praten we nu eigenlijk over? Indien een onteigende een prijs zou vergoed krijgen die eigenlijk twee keer te hoog is, dan betekent dat op de stichtingskosten van een woningwetwoning enkele luttele honderden guldens.
zo weinig. Dat is een kwestie die uitgediscussieerd is bij de behandeling tijdens de vorige kabinetsperiode. Dus als zodanig kan het werkelijk geen steek houden om hier te zeggen, het werkt de speculatie in de hand, die mensen die krijgen veel te veel vergoed. Ik zeg nogmaals, waar het om gaat is je dient. En de grondwet eist dat ook van de Nederlandse overheid, ervoor te zorgen dat diegenen die ten gunste van de gemeenschap zijn goed verlaat, zijn goed moet afstaan, daarvoor een rechtvaardige vergoeding krijgt. De heer Van den Broek, CDA, politiek zit er op dit moment tussen CDA en VVD niet veel dynamiet op dit punt. Lijkt erop wat vaker is vertoond. Denkt u maar aan de abortus, namelijk de politiek breekt zich het hoofd over zaken die maatschappelijk al soepel geregeld zijn. Waarmee niet gezegd is dat die soepele regeling ook de beste is. Ik weet niet hoe het bij u in het dorp of in de buurt was gisteren op 5 mei, maar bij ons is het duchtig en verrassend gevierd, dat bevrijdingsfeest. Dat feestvieren, 5 mei feest, doen we sinds de jaren 50 officieel nog maar 1 keer in de 5 jaar. De andere 4 jaar is 5 mei een gewone werkdag in dit land. Misschien is het ook de leden van de Tweede Kamer opgevallen gisteren. Vanavond kwamen woordvoerders van 4 grootste fracties in het parlement nogal verrassend met een verzoek aan de regering om van die 5e mei weer elk jaar een nationale feestdag te maken. De CPN was die partij in dat verzoek al voorgegaan bij de begrotingsbehandeling een half jaar geleden van CRM. Nu sloten zich daarbij aan de Partij van de Arbeid, de VVD en D66, samen dus een fikse meerderheid. Het CDA was hierover nogal aarzelend. Maar de Partij van de Arbeid zwaaide vanavond al met een motie en wilde het liefst ook vanavond al uitsluitsel van de regering. De regering, de heer Wallis de Vries, heeft op dit moment nog niet geantwoord op dat plan van een grote meerderheid om elk jaar 5 mei te vieren. Dat hoort u ongetwijfeld morgenochtend via de radio. Wij zijn morgenavond weer bij u met Den Haag Vandaag. Goedenavond.